Dieter, jij bent nummer 1 van de finalisten. Wat staat er hier vandaag nog te gebeuren? Een hele grote show en veel volk in de zaal. En hoe zit het met de zenuwen? Nu valt dat nog mee, maar ik denk als ze biedt het gordijn open gaat, al wij er staan, dat ze dan zeker zullen komen, de zenuwen. Wij staan hier in de catacombe van Ter Elst bij Jonas Buchan, kandidaat nummer 4. Hoe was het gesprek met de jury? Het was zeer vlotjes verlopen. Ze hadden etterlijke vragen gesteld. Ik mocht mezelf eerst natuurlijk wel voorstellen. En ze hadden me etterlijke vragen gesteld en die waren zeer vlotjes verlopen. Dus ik heb gezegd eigenlijk waar het eigenlijk op stond, de reden waarom ik eigenlijk meedeed. En het is een ideale springplek voor mezelf om mezelf te bewijzen naar de buitenwereld om te in het presentatieschap. En zowel het publiek en de jury zal hopelijk vandaag overtuigd zijn dat Younes Buchan die 10 zijn mars heeft. We staan hier ondertussen aan de wachtruimte. Kom maar mee binnen. We gaan eens kijken hoe ze het hier vanaf brengen. Hoe zit het met de zenuwen? Oh, dat gaat allemaal goed. Gewoon nu wachten voor de jury binnen te gaan. Aan het wachten voor de jury, wat gaat daar binnen gebeuren? Een gesprek voordat de wedstrijd begint. Dus gewoon elkaar wat beter leren kennen, zeker. En wat mag ik me dan voorstellen bij gesprek? Ik zou het zelf niet weten. Prachtig, hè? Die jongens die hebben er allemaal heel hard hun best voor gedaan om allemaal met mooie kapsels voor de dag te komen. Dus ik heb eigenlijk niet veel werk. Het is alleen hier en daar een retouche gegeven. Wij zijn de visagie komen doen. Komen ze een pitje opmaken, niet dat er veel werk aan is, maar net dat klein geblinkt deelte wegwerken. En een vraagje voor u, wie is uw favoriet? Mijn favoriet is, ik weet zijn naam niet, zo, een donkere met een baardje. En hoe is de sfeer onder de andere kandidaten? De sfeer is heel tof eigenlijk, we zijn eigenlijk een hele hechte groep. En ja, het is eigenlijk wel jammer dat na de verkiezing een beetje gedaan gaat zijn. Dus. Maar 3 finalisten gaan nog verder en die gaan elkaar dan toch nog veel zien. Ja, inderdaad. Die gaan samen natuurlijk in zee. En we zullen zien wat Mr. Belgium Personality zelf zal brengen. Ik sta intussen bij Kenny. Kenny, waarom doe je mee aan de verkiezing? Omdat ik eens verder wil kijken naar de kerktoren van Aarnonk. En iets bereiken in de toekomst. Hè. Is het je eerste verkiezing waar je aan deelneemt? Ja, deze is mijn eerste verkiezing. En hoe valt dat mee? Heel goed eigenlijk. Ik had zwaarder verwacht. Vincent, waarom doe je mee aan de verkiezing? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ik hou namelijk van uitdagingen en ik vind dit absoluut een uitdaging om u tegen te zeggen. Daarnaast wil ik ook heel graag wel iets bereiken in de media en vind ik dit wel een ideale springplank daarvoor. Is het de eerste keer dat je zo'n uitdaging aangaat? Ja, op gebied van Mr. Verkiezingen wel, ja. Ja. En ik had ook nooit gedacht dat ik daaraan zou deelnemen, maar ja, uiteindelijk weet je wel, waarom niet? Hè, weet je. Welke persoonlijkheidsaspecten vindt u belangrijk bij mensen in een verkiezing als deze? Dat ze vlot moeten overkomen. Ik vind ze moeten niet te veel. Hoe moet ik dat zeggen? Mag ik het? Worden woorden gecensureerd? Of? Nee, de teksten moeten niet te veel opgefokt zijn, zal ik zeggen. Dat vind ik verschrikkelijk. Gewoon uzelf zijn, vlot overkomen en niet te veel voorbereidend werk. Ik sta hier bij Benjamin. Benjamin, waarom doe je mee aan deze verkiezing? Ik doe mee aan deze verkiezing om het zelfvertrouwen waarover ik een jaar geleden nog niet beschikte. Op te krikken en naar buiten toe te kunnen uitspelen. Qua opkrikken is dat al goed gelukt? Navenant dat je kijkt naar de repetities en naar waar we vanavond zijn, denk ik echt wel dat dat gelukt is, ja. Tussen de eerste keer dat je eigenlijk met Mr. Belgium Personality in contact kwam en nu, hoeveel maanden is daar tussen gegaan? 4 of 5, denk ik. En in de loop van die tijd, wat is er dan allemaal gebeurd? Er zijn dus heel veel repetities gebeurd. We zijn naar heel veel acte de présences gegaan, als je dat zo zegt. Wat hebben we nog gedaan? Onder ons ook nog weg geweest en zo. Echt een leuke tijd gehad eigenlijk. Ik moet mij nu even spoeien om alles aan te doen, want binnen 3 minuten beginnen we. Voor echt. Dus. Straks valt voor enkele van jullie het doek over heel de verkiezing. Waar denk je dat jij gaat eindigen? Oh, geen idee, echt niet. Wij zijn zo'n hechte groep. Ik denk helemaal. Allemaal zo bij hetzelfde, dus ik denk dat je er echt niet kunt over uitspreken. Ik ben ondertussen aangekomen in de jurykamer. Ik sta hier bij Mike, de vorige winnaar. Je hebt er juist mogen de finalisten voor Mr. Belgium Personality in Antwerpen een paar vragen stellen. Hoe is dat meegevallen? Zeer goed, dat kwam goed door de beugel. Jij stond een jaar geleden hier ook, hè? Nee, hier niet. In Leuven wel. In Leuven. Is er in dat jaar heel veel gebeurd? Toch aangename acte de présences gedaan en nu heb ik dus de organisatie voor Brussel overgenomen, maar nee, dat was al bij al zeer goed. Waar let je zoal op als de kandidaten voor u komen te staan? Présence, zelfzekerheid, nervositeit, wat nog? Uiterlijk, verzorging enzovoort.
Als ik die aspecten allemaal samenneem, hebben we dan Mr. Belgium Personality? Nee, er komt nog heel wat meer bij kijken. Punctualiteit, stiptheid enzovoort. Vriendelijkheid, dat is een enorm pakket. Je kunt dat niet zo in enkele woorden beschrijven. Dat is... Dus je kan niet zeggen van kijk, dat is wat we zoeken? Nee. Nee, gevoel het of gevoel het niet, maar het zijn honderden kleine details die samen dus één geheel maken, maar dat kan nogal afwijken. Oké, okay, in ieder geval bedankt en veel succes bij het jureren vandaag. Graag gedaan. Unique. That's what you call me, baby. I'm that girl you've been dreaming of. Big bad boy, things is really tough. I'm unique, you're a freak. And you've been running back to me. Baby, I'm that girl who's been rocking your world. Don't see you doing so fine without me. Jij mag je broek ondertussen verder aandoen, maar hoe is het met de zenuwen? Nu eigenlijk, ça va, dat was eigenlijk vooral in het begin. Nu is het, zo, nu is het beter. Ja, ja, ja. Het is toch goed verlopen, denk ik. Dus, Ik sta ondertussen bij de mensen van de Visagie. Valt alles hier nog goed onder controle? Alles onder controle. Bij u ook? Nu nog wel, ja. Ze heeft even meer stress, maar dat komt dan wel in orde. Wat bedoelt je? Zo, dat poeier moet allemaal snel gaan en dat moet allemaal klaar zijn. En dat moet zo binnen de 2 seconden gedaan zijn. Maar eens dat je op het podium staat, dan gaat dat allemaal weer wel. Hè? Hoeveel tijd kruipt er zo in 1 kandidaat als het heel snel moet gaan? 10 seconden. Dat lukt op 10 seconden? Dat lukt op 10 seconden. Ze hebben opgetraind. Ik zou zeggen, doe maar gerust voor. Dankjewel. Je hebt een sixpack? Ja. Hoe lang heb je daar eigenlijk voor getraind? Hoe lang? Goh. Toch wel. Eerlijk, hè? Van lange tijd toch wel hard werken, dat is wel pijnlijden, eerlijk gezegd. Dat is echt zwogen eigenlijk. Als je dat echt wilt, dan moet er echt voor werken. En hoe zit het met de zenuwen? Ik zal eerlijk zijn, tot nu toe is het eigenlijk heel moeilijk voor mij. Wat dat... Uw lip trilt wel. Ja, dat is iets nieuws, dat wist ik niet. Hoe is het met de zenuwen? Dat wilde jij niet weten! De zaal is helemaal leeg, te pauzen. Ik kan hier helemaal niks doen. Ik denk dat we beter overschakelen naar Christophe. Goedendag. Wij hebben een vraagje voor u. Wie is uw favoriet? Dit is moeilijk. Ik heb er 2. Vincent en Younes. Waarom? Omdat ik die jongens persoonlijk ken. En ik weet dat ze er heel hard voor gewerkt hebben. En dat ik ze het alle 2 op hun manier verdienen van zeker bij de 3 eerste te blijven. Wie zijn jullie favorieten? Benjamin Cavaliers. Waarom? Omdat hij gewoon een heel toffe jongen is.